De taart staat nog op tafel, de slingers hangen nog, maar bij milieudefensie is de blik alweer naar voren gericht. Als een rechtszaak tegen Shell over CO2-emissie succesvol is, waarom zou dat dan niet werken bij andere grote vervuilers? Het Shell-vondens moet nog in hoger beroep worden bekrachtigd, maar het schept een precedent, ook internationaal. De aangetekende brieven liggen nog niet klaar, maar de grootvervuilers in Nederland kunnen rekenen op een belangstelling van milieudefensie. De club is zeker van plan om door te pakken. Op deze lijst staan de grootste vervuilers van Nederland. Met, stip, bovenaan Tata Stiel in Heimhuiden. Volgens de beschikbare gegevens nu goed voor zo'n 7% van onze nationale CO2-uitstoot. Dus bij Tata valt veel te halen. Milieudefensie denkt nog niet direct aan een gang naar de rechter, maar wel eerst in gesprek. En laat er nou toevallig al een plan op tafel liggen om Tata te vergoeden, vakbond FNV. Wil de staalproductie aanpakken. Vergroenen dus. Er zouden nieuwe duurzame installaties moeten worden gebouwd. Waardoor een kooksfabriek en een hoogoven kunnen worden gesloten. Dat levert een reductie op van de CO2-uitstoot van naar schatting zo'n 50 procent. Haalbaar in pakkenbeet 3 à 4 jaar. Kosten worden geraamd op 1,4 miljard euro. Ja, en dat laatste is natuurlijk een probleem: het geld. Tata Muider staat namelijk in de verkoop. Het moederbedrijf zal dus weinig trek hebben in zo'n investering. En dat zal betekenen in Nederland al gauw dat de overheid moet bijspringen. Tata zelf geeft aan alle opties open te houden, maar lijkt aan te sturen op CCS, Carbon Capture and Storage. Dat is het afvangen van CO2 en het vervolgens ondergronds opslaan. Dat gebeurt op zee. Techniek is omstreden, want het is onzeker wat hiervan op de lange termijn de gevolgen zullen zijn. Bovendien verandert het niets aan de feitelijke uitstoot. Tata kijkt wat dat betreft overigens ook naar de toepassing van waterstof bij de staalproductie. Maar hoe dan ook, er moet iets veranderen. De klimaatdoelen moeten worden gehaald. En bovendien lijkt de huidige fabriek in de huidige toestand onverkoopbaar. Het Scandinavische SSAB zag in januari nog af van een overname van Tata. Officieel om technische redenen, maar in de wandelgangen hoor je al gauw dat het te duur is om Tata te vergroenen. Intussen wordt Tata uit vuur aan de schenen gelegd. Het RIVM kwam met een zorgwekkend rapport over de gezondheid van omwonenden. De Onderzoeksraad voor Veiligheid doet onderzoek naar uitstoot. En omwonenden zelf hebben een strafzaak aangespannen tegen TATA. En nu komt dus ook de impliciete dreiging van milieudefensie. De keuzemogelijkheden voor TATA zijn niet heel groot. Vond je dit een zinvolle bijdrage? Download dan nu de RTL Nieuws app. Onder het kopje Economie houden we je op de hoogte van al het nieuws en alle achtergronden die voor jou relevant zijn.